nog eens een goede hap. Ja man. Ik dacht ik ga even aanbutsen, maar ik ging nog even houten palen heen aanbutsen. Anders zijn we bezig met die onderpalen, leggers, platen, dingen. En ik had een beetje ruzie met die plaat. Want ik was zo slim geweest van, oh ja, ik zat alles neer. En dan kom ik achter dat dit soort platen eigenlijk helemaal niet meer passen als je ze in wilt douwen. Dus dacht ik, gaan we even een half plaatje doen en zo. Maar we gaan niet terugkruipen van het idee, dus we blijven gewoon dezelfde strategie aanhouden. En dat is gewoon hetzelfde plaat gebruiken. Maar gelukkig kan ik vanaf bovenaf invoeren zo. Beetje rammelen, beetje slaan, beetje rozen. Dan gaat het wel weer, dus ik moet even deze zooi even eraf halen. En dan denk ik dat ik alle platen wel klaar kan krijgen voor 9 uur 's avonds of zo. Dat is 8 uur of zo. Platen zitten erin hoor, aan de onderkant. Tjiping, tjiping, tjiping. En hier bam, 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 bam. Ze zouden helemaal onderdoor kunnen kruipen. Wat een gekkigheid, laten we ze doen. Ze gaan de tuur. Er is nog wel een kleine ruimte hier, zo. Ziet er wel solide uit. Uitzicht op de wolken. Hij wiebelt ook een stuk minder nu. Dat is ook wel echt ideaal. Een rondje. Die platen er even vastzetten. Jezus. Ik heb niet leren tijgen. Ik heb het verleerd. Au. Het lijkt wel helemaal een ninja parcours, joh. YOLO. Here we go. Dit is niet leuk. Heel laag kruipen, joh. Oh. Oh. Ja. Doorheen. Ja, als er straks nog een probleem is, dan kunnen we hier zo nog even door die sump heen met onze kapelaars aan en zo. En dan moet je zo'n snorkel doen en dan kun je nog een beetje ademhalen totdat je het probleem gefixt hebt, bijvoorbeeld hier zo. Maar er zit nog niks dus. Ja. Oké okay dan. Het is een mooie dag geweest. Genoeg gedaan. Even oppassen, het laatste stukje is echt. Ah. Ik wil steeds meer op een booby trap te lijken hier. Over the ride. Ja. Oh. Ik moet eigenlijk speeltuinen gaan maken voor kleine kinderen. Maar er is toch veel meer geld te verdienen in. Dan sla kweken. Ik voel mezelf een beetje af van. What was I thinking? Om een beetje sla te kweken. Is een beetje uit de hand gelopen. Deze hoekje. Mensen die pleuren gewoon in de grond. Ik heb weer een of andere contraptie eromheen. Ah joh. Goed, dag 11? Ja, dag 11. Ah, ik zit er alweer op, want ik begin moe te raken. Worden en ik heb honger en dan begin ik fouten te maken en dat is niet de bedoeling. Dus ik wil deze nog graag houden. Dus. Ik heb wel 1000 keer afgeklopt. Dus we spullen bij elkaar liggen. Zo even weer gereed maken dat het netjes blijft en dan. Ga je hapje scoren weer.
Ciao. Dag man. Dag 11 weer voorbij. Ik sta nu op het dorm. Yeah. Dus ben tevreden. Het is denk ik goed solide geworden trouwens, dat multiplexje ertussen. Zonder was nog een beetje aan het wiebelen en ik dacht van nou, in mijn hoofd tijdens het ontwerpen, als ik daar dan zo'n multiplex plaat tussen gooi, hier zo, dan moet het volgens mij wel helemaal rock solid zijn. En valt best wel mee, ik bedoel, het valt echt prima, helemaal perfect hoe dat is uitgevallen. Want wiebelen doet hij niet meer. Eigen constructie heen lopen. Dat is echt grappig. Ik zal bouwen en overheen lopen. Moet ik doorkruipen. Wat een feest hier vandaag. Gaan we naar huis. Morgen weer aan de bak. Mijn andere werk. Dan in de middag kan ik dit nog even afmaken. En dan ik wil even kijken hoe ik dit verder ga afmaken. Met werken en dan weer weekend en dan werken. En dan weekend ook weer werken. En dan eigenlijk alleen maar werken en dan hopen we dan zoiets te hebben zo. Maar dan hier van hout. En nog voor eigenlijk dat het ook nog een keer niet tering nat gaat worden. Die koop dus voor de herfst. Dus eigenlijk al volgende week moet die eigenlijk klaar zijn die dan. En even kijken hoe snel dat gaat. Dat is wel makkelijker, driehoekje. Driehoekje dan. Hier een gaatje boren, zagen, zaadje boren, passen, meten, dingen klaarzetten, de tuintank erop, dat is het zo. Even de hamer opslaan en dan weer terug en dan nog een keertje zagen, meten, passen, de boren. Even zo, daar is het gewoon. Eén zijde, één lengte, één schroef, misschien twee en dan morgen schroeven halen. Klaas. Honderden schroeven zijn er alweer doorheen hier. Dus, heb je nog vragen? Laat me een opmerking achter hieronder. Vergeet niet te liken, subscribe, belletje aan te vinken, dat soort zaken. Zie ik je tot de volgende keer.